Ik ben Charles Delster van SKT en binnen SKT zijn we verantwoordelijk voor de koelinstallatie hier te Agristo Tilburg. En ikzelf heb eigenlijk het projectmanagement van het project gedaan. SKT levert hier voor Agristo Tilburg een volledige prefab koelinstallatie met twee grote schroefcompressoren en alle bijhorende ammoniakvaten en pompen. Daarnaast leverden we ook de koelblokken voor in het hoogbouwmagazijn als ook in de laadkades. In totaal hebben we ongeveer 1 megawatt koudevermogen hier opgesteld. En om deze koude zo efficiënt mogelijk aan te maken, heeft Agristo er voor gekozen om heel wat energie-efficiënte opties te kiezen op het project. Belangrijke dingen zijn de frequentieomvormers op de schroefcompressoren voor een optimale capaciteitsregeling. EC-ventilatoren op zowel de verdampers als de condensers. En daarnaast nog diverse opties zoals automatische ontluchters, automatische olieaftapsysteem. En tot slot, het belangrijkste eigenlijk, ze hebben gekozen om overal elektrische vermogensmeters te plaatsen, als ook de nodige ammoniak-debietsmeters. En die stellen ons eigenlijk in staat om real-time de COP van de koelinstallatie te kunnen opvolgen. Mijn naam is Fethullah Hukleya. Ik ben werkvoorbereid technische dienst voor utiliteit en facilitair. En sinds dat dit hier eigenlijk klaar is, hebben wij het overgenomen qua onderhoud. En het samenwerken met SKT zelf, dat is eigenlijk heel goed. Heel fijn, ze zijn flexibel. Je kunt ze eigenlijk dag en nacht altijd bereiken. En als er iets is, zijn ze ook heel erg flexibel met het inbellen, zeg maar, vanuit buitenaf. Met SKT zijn we al 35 jaar bezig eigenlijk met het volledig automatiseren en sturen van onze eigen installaties. We hebben hierdoor heel veel kennis opgedaan. En dat stelt ook ons in staat om van op afstand de nodige parameters en regelingen flexibel aan te passen naar gelang het gebruik van de diepvrieszaal, als ook van de nieuwe dingen die we kunnen bijsteken. We zijn overtuigd dat deze werkwijze ons in de toekomst in staat zal stellen voor nog energie-efficiëntere installaties te kunnen realiseren.